Goedemorgen allemaal. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Marielle en ik ben weer op het dierenasiel. Net als in de vorige vlog. Wat was nou het geval? De vooropnames van de vorige vlog waren al 2 weken oud. Die zijn 2 weken geleden gemaakt. Maar door omstandigheden, waaronder een kapotte computer, kon ik die vlog pas van de week in elkaar zetten en posten. Dus het lijkt net alsof ik nou weer heel snel weer in het dierenasiel ben. Maar dat is dus niet zo. Ik ben 2 weken niet geweest. Maar vandaag ben ik er weer. En natuurlijk neem ik jullie vandaag weer mee. Ik heb dezelfde kennel als 2 weken geleden, kennel 2. Alleen zitten er nu 2 hele andere katten in. Kit en Tijgertje zit momenteel in de kennel. En Poesje Zus. Kit en Tijger is nog niet plaatsbaar. Poes Zus is wel plaatsbaar. Die is zelfs al heel lang plaatsbaar. Daar ga ik straks meer over vertellen. Ik zou zeggen, enjoy de video. Dit is Kit en Tijgertje. Kit en Tijgertje vindt het net als Kit en Babette van vorige keer ook nog best wel spannend. Hij is nog niet plaatsbaar. Maar ik zou zeggen, hou de site in de gaten, want volgens de medewerkers gaat het niet lang duren voordat hij wel plaatsbaar is. Een link van de site van het dierenasiel kun je vinden in de beschrijving onder deze video. En dit is Poesje Zus. Zus is wel plaatsbaar, ze is zelfs al heel lang plaatsbaar. Zus is 7,5 jaar oud. En is met pijn in het hart hier afgestaan op het dierenasiel, omdat zij niet de aandacht kon krijgen thuis die ze zo graag wilde hebben. Want haar vorige baasjes werkte hele dagen lang. En Zus is iemand die wil graag aandacht hebben, die wil graag bij je zijn. Hierdoor ontstonden er ook problemen waardoor ze af en toe naast de bak plaste. En niet omdat ze de kattenbak niet schoon genoeg vond, maar puur omdat zij niet op haar moment aandacht kreeg en niet naar buiten kon wanneer zij dat wilde. Hierdoor zijn wij van het dierenasiel op zoek naar mensen die niet meer fulltime werken, maar die echt aandacht aan Zus kunnen geven. Die haar echte aandacht en liefde kunnen geven waar ze zo naar verlangt. Zus heeft blaasgruisdieet en dit is qua kosten vergelijkbaar met een goed aanmerk voer. Zus heeft samengewoond met een andere kat, maar dit gaf haar best wel wat stress. En daardoor is zij nu op zoek naar een huisje zonder andere katten. Ook honden en kinderen kunnen haar stress geven. Ze is ook op zoek naar een huisje zonder honden of andere kinderen. Ik zou zeggen, heeft u interesse in Zus? Schroom niet om naar het dierenasiel te bellen en om een afspraak te maken om haar te komen bezichtigen. Zus verdient het. De werkzaamheden op het dierenasiel zijn jullie inmiddels al bekend uit mijn vorige vlog. Hoewel Zus losloopt, wordt ook nu het buitenverblijf bijna niet gebruikt. Want het is stikstervenskoud met gevoelstemperaturen tot min 23. Wat echt extreem is voor Nederland in deze tijd. Ja, dan heeft het ook geen zin om de buitenkennel te gaan dweilen, want het wordt 1 grote ijsbaan. Dus dat gaan we niet doen. We gaan wel binnen lekker de katten verzorgen. Tijgertje lekker schone kattenbak geven. Bakjes afwassen. De kattenbak van Zus uitscheppen. De krabpalen afstoffen. Vegen. Binnen kunnen we wel dweilen. Ik ga jullie niet weer alle werkzaamheden laten zien, want voor daarvoor zou ik zeggen, kijk mijn vorige vlog. Ik neem jullie straks nog wel even mee naar de hondengang, want er zijn ook een paar nieuwe plaatsbare honden bijgekomen. Waaronder Milo. Terwijl ik ga nu de kattenbak van Tijgertje ga doen, wil ik jullie vertellen over de operatie van Mattie. Want dat was vorige week donderdag. Vandaar dat ik vorige week donderdag niet naar het dierenasiel ben geweest. In vlog 7 zijn we toen naar de dierenarts geweest en daar kwam toen uit dat Mattie 2 kiesjes had die zo slecht waren dat ze gewoon verwijderd moesten worden. Dat zou een week later plaatsvinden en dat is dus vorige week gebeurd. Mattie is geopereerd en er zijn 2 kiesjes weggehaald. Vorige week konden we hem om 10:30 brengen en mijn vriend en ik waren erbij toen hij zijn narcoseprikje kreeg. Mattie vindt het altijd super spannend bij de dierenarts, dat zag je misschien ook wel in de vlog. En hij liet het ook weer helemaal over zich heen komen. Hij duwde zijn gezicht weg in zijn mandje van ik ben er niet, mij zie je niet. Maar hij liet het allemaal helemaal over zich heen komen en hij verdroeg het prikje keurig en hij ging gewoon heel rustig slapen. En uiteindelijk heeft de dierenarts hem uit zijn mandje getild en je zag aan zijn oogjes dat hij best wel ver weg al was. Het is allemaal heel erg goed gegaan. Om 1 uur kregen we een telefoontje dat het allemaal alweer gepiept was en dat hij ook alweer een beetje wakker aan het worden was. Er zijn 2 kiesjes weggehaald, het waren 2 kiesjes die zo slecht waren. Verder is zijn gebit helemaal schoongemaakt, waardoor hij er nu weer lekker tegenaan kan. De wonden zijn gehecht. Hij heeft voor 3 dagen pijnstilling gehad, dat heb ik hem ook 3 dagen gegeven. Dat ging ook allemaal goed, want hij is heel makkelijk en hij laat het gewoon helemaal over zich heen komen.
Dus het was ook niet moeilijk om hem de pijnstilling te geven. Het was een drankje wat ik in zijn bekje moest spuiten. Aanstaande maandag word ik terug voor controle. Dan gaan ze kijken of de hechtingen die uit zichzelf oplossen, of dat ook echt allemaal gebeurd is. En hoe het nu met zijn gewichtje staat. Ik ben in ieder geval heel erg blij dat het allemaal gelukt is. Dat hij het goed doorstaan heeft. En ja, toen ik hem ging ophalen om 2:30, ja, was hij alweer helemaal actief en helemaal wakker. En thuis was hij nog een beetje suffig. Maar ja, wat wil je als je narcose hebt gehad? Hij mocht aan het eind van de middag weer eten. Nou, hij had honger, jongen. Want ja, hij moest nuchter blijven voor de operatie. Dus hij had vanaf de dag ervoor, 's avonds, niet meer gegeten. Hij had 24 uur niet gegeten. Dus hij viel aan op zijn brokken. Dat was echt een leuk gezicht. Nee, ik ben echt heel erg blij dat het allemaal goed is gegaan. Iedereen bedankt voor het duimen. Super. Zo, we zijn nu bijna klaar. Ik heb de kattenbakken uitgeschept, zowel van zus als van tijgertje. Ik heb de krabbalen afgestoft. Ik heb de kleedjes uitgeklopt. De bakjes afgewassen. En de vloer geveegd. Straks moet ik wel even voeren, maar nu moet ik eerst de vloer gaan dweilen. En ik ga jullie laten zien hoe ik dat ga doen. Allereerst moet ik het putje openmaken. En dan heb ik hier een sopje met kennelreiniger. En nou komt het leukste. We gaan het water gooien. En ik weet niet hoe het met de andere vrijwilligers zit. Maar ik krijg er altijd natte voeten van. En nu maar dweilen. Gaan kijken. Wie zit er vandaag? Dit is Blue. Hallo Blue. Blue is 1 jaar. En ik weet niet uit mijn hoofd waar hij plaatsbaar is. Ik zou zeggen check de site. En dit is Milo. Milo is 8 jaar en 4 maanden. En van Milo weet ik zeker dat hij plaatsbaar is. Hallo Milo. Milo zoekt een warm huisje. Voor meer informatie, kijk op de site van het dierenasiel. Ja, Milo. Ga ik het vertellen? Ja. Zo, ik ben weer thuis. Het was een leuke dag op het dierenasiel. Ik zou jullie nu graag iets willen laten zien. Ik heb namelijk een heel mooi cadeau van mijn vriend Marcel gehad. Ik heb namelijk van Marcel dit prachtige sieradenkistje gehad. En het heeft hij helemaal zelf gemaakt. Hij heeft het kistje gekocht, blanco. En helemaal zelf gemaakt en in elkaar gezet. Kijk, de bovenkant is gepixeld. En hij heeft mijn naam met houten lettertjes erop gezet. De zijkant is helemaal beplakt met stickers. Glitterstickers. En ook de binnenkant heeft hij zelfs nog gedaan. Kijk, dat heeft hij met een soort glitterachtige stift heeft hij dat gemaakt. Arjen vindt het ook mooi zoals je ziet. Ik ben er echt heel blij mee en ik ben echt trots op hem. Heel erg bedankt lieverd. Verder heb ik vandaag ook een gedicht geschreven wat ik graag aan jullie wil voordragen. Mijn gedichten schrijf ik soms in het Nederlands en soms in het Engels. Dit is een Engels gedicht. Ik hoop dat jullie hem mooi vinden. Struggle to become stronger.
When you've dealt with all the things that aren't good, rationally you can reason your mind. Everything is clear, but emotions don't stop. It has yet to come. At this moment you can't get further. You left behind the past and everything you've been through. That cost a lot of energy. And now, that empty black hole. You've been so strong, but you can't control your emotions. Although of that, you can continue. Take a rest and breathe deeply. You have so many choices. Step by step, those suppressed emotions coming free. Let it go, and you see what you need. Patience, self-confidence, overcome indecision. Progress is finally near. Wounds will heal, and you're finding back yourself again. Finally. Hopelijk vonden jullie het een mooi gedicht en hopelijk vonden jullie het ook weer een leuke video. Zo ja, geef dan een blauw duimpje omhoog. Wil je meer zien, abonneer dan op mijn kanaal en denk om het belletje, zodat je op de hoogte blijft van alle updates. Heel erg bedankt voor het kijken. Slaap lekker en tot de volgende vlog.